Hallo Farsha. Goedemiddag, tante. Alles goed met u? Prima, meisje. En met jou? Ik doe mijn uiterste best. U weet dat we nu bezig zijn met onze campagne, onze laatste campagnestrategie, om ervoor te zorgen dat de VHP aan de regeermacht komt. Dus de laatste dagen zijn best zwaar, best intensief, maar we werken als VHP, als een team. We bundelen samen om die eenheid te vormen, zodat we ons land Suriname kunnen redden uit deze diepe dal waarin we momenteel zijn beland. Dat is mooi om te horen, want ik ga je nou even welkom heten en zeggen wie je bent. Hè? Dus welkom Farsha Ramratan, nummer 12 DNA-kandidaat VHP Paramaribo. Dank u wel. Ja, dank u voor deze gelegenheid dat ik een bijdrage mag leveren in dit programma. En dat u de ruimte tijd heeft gemaakt dat ik ook een political statement mag maken. Ja. Mijn naam is Farsha Ramratan. Ik ben kandidaat nummer 12 op de lijst. Nummer 12 in het district Paramaribo namens de VHP. Ja, inderdaad, zoals ik al had gezegd. Maar ik had je ook gevraagd van tevoren om een onderwerp van je hart aan te leveren. En jij hebt gekozen voor jong ondernemerschap. Waarom gaat dat onderwerp je aan het hart? Dit is namelijk een heel belangrijk onderwerp, omdat ik zelf ook kom uit de ondernemersfamilie. En ik heb dus heel wat raakvlakken vooral en heel wat praktijkervaring opgedaan als het gaat om de ondernemerschap. Dus de ondernemers kunnen we sowieso niet uit het oog verliezen, maar ik zal meer de focus leggen op jong ondernemerschap en waarom dit eigenlijk belangrijk is om te triggeren bij onze jonge Surinamers. Wat we momenteel merken is dat ik uit die wereld kom, de ondernemersfamilie, dat ik in aanraking kom met veel jonge en startende ondernemers. Maar dat het heel erg moeilijk momenteel is voor hun om hun onderneming eigenlijk draaiende te houden, omdat er weinig faciliteiten zijn en de stimulans is er niet. Door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van kapitaal en kennis voor de jongeren is er heel weinig. En dat vind ik dus heel erg triest dat zulke jonge ondernemers iets willen beginnen en ook een bijdrage willen leveren aan ons land Suriname, maar dat die oplossingsmodaliteiten niet worden aangeboden aan hun. Het is een heel belangrijke groep, omdat ik zelf ook een jonge Surinamer ben en omdat ik veel optrek met hun, heb ik gezien hoe zij in de praktijk niet opkomen en hun hoofd boven water houden. Dus sowieso wil ik eigenlijk kijken naar de jonge ondernemers, toch om te kijken hoe ik ze meer incentives kan aanbieden, zodat zij het veel beter doen in de maatschappij en zo ook een bijdrage leveren aan ons land Suriname. Want ik ben de mening toegedaan, als we de jonge Surinamers blijven ondersteunen op dit gebied, dan creëer je zo ook je pakt dat stukje van de werkloosheid onder de jongeren ook aan en je kan dit dan ook flink omlaag brengen. En daarom vind ik het dus belangrijk dat we ook moeten kijken naar het aanbieden van goede en betaalbare beroepsopleidingen in alle districten voor onze jonge Surinamers, zodat ze deze incentives en deze modaliteiten kunnen gebruiken binnen hun onderneming. Wat we ook niet uit het oog moeten verliezen, is dat er veel jongeren nu zijn die zich bezighouden met de nieuwe ontwikkelingen. En dat heeft dan te maken met internet of de nieuwe technologieën. Dus daarin wil ik de jongeren ook stimuleren, zodat zij het veel beter doen. En met die innovatieve ideeën die ze komen, dat die ondersteund wordt. Want wat ik merk is dat veel jonge ondernemers heel wat ideeën al in petto hebben of hebben geschreven, maar dat ze meestal die ondersteuning niet krijgen van de regering. En ik denk dat dit totaal moet veranderen. En op dat gebied wil ik sowieso een stem zijn voor deze jonge en startende ondernemers om hun die push te geven. Nou, dat is een heel solide verhaal wat je vertelt. Ik geloof in jou als ik jou zo hoor. Geweldig. Maar nu komt het volgende, hè? Als VHP wint en je bent assembleelid, ja? Ja,
Hoe ga je dan eraan werken om het te realiseren? Noem het eens met voorbeelden. Ik heb sowieso heel veel nagedacht hierover, ook met de jonge ondernemer, hoe wij dit willen stimuleren. En ik dacht dan ook eerder, het belangrijke op het gebied van jong ondernemerschap, is dat je ook moet kijken hoe je een aantrekkelijk investeringsklimaat kan scheppen voor lokale, maar ook voor internationale investeerders. Dus we willen ook naar internationale investeerders gaan en kijken hoe zij de jonge en startende ondernemers zouden willen tegemoetkomen in de plannen die de jonge en de startende ondernemers hebben geschreven. Dus dit is een van de belangrijke oplossingsmodaliteiten waarvoor ik me sterk wil inzetten. Ten tweede wil ik ook gaan kijken naar wetgeving. Wetgeving en goed bestuur is heel erg belangrijk, omdat ik zelf ook jurist ben. Ik werk in de Nationale Assemblée en ik weet dat de wetten jonge en startende ondernemers tegemoet kunnen komen als we dat conform enkele regels willen doen. Sterke wetgeving op het gebied van ondernemerschap, de jonge ondernemers tegemoet kunnen komen, is heel erg belangrijk. En wat ik ook graag wil meenemen, is dat we moeten kijken naar opleidingen en trainingen, hoe de jonge ondernemers tegemoet kunnen komen in hun nieuwe bedrijven als het gaat om het export van goederen en diensten vooral. Ik geloof dat deze drie ideeën ervoor kunnen zorgen dat veel banen gecreëerd zullen worden binnen de jongeren. Want als ik op het veld ben, tante, dan hoor je van de jongeren hoor ik echt drie dingen. Mm-hmm. En drie problemen waarmee ze echt zitten, dat is dat ze niet kunnen ondernemen. Ze komen niet uit. Toch met hun onderneming. Dus die stimulerend ondernemerschap is heel erg belangrijk. Die push hebben ze nodig, die motivatie hebben ze nodig. En ze kijken dan ook uit naar jonge leiders, naar jonge dynamische leiders die hun kunnen begrijpen met de innovatieve ideeën die ze hebben. Want daarom gaat het eigenlijk. Hè. Jongeren hebben innovatie nodig. En die innovatieve ideeën hebben ze, maar dat wordt niet altijd gestimuleerd door ieder, toch? Mm-hmm. Maar omdat ik hun ideeën begrijp, wil ik ze eigenlijk tegemoetkomen op dit gebied. Ten tweede, ook dat jongeren thuis zitten. Ze hebben gestudeerd voor iets en dan is het ook iets binnen de ondernemingssector. En het zijn allemaal mooie opleidingen geweest, maar ze kunnen in de praktijk dan niet worden ingezet. Toch? Want de praktijk werkt dan heel anders dan theorie. Het theoretisch mm-hmm. gedeelte wat ze hebben gedaan. Dus ik hoop echt dat ik hier mijn bijdrage mag leveren, zodat die jongeren gestimuleerd worden om hun onderneming weer op te zetten. En zodat ze hun innovatieve ideeën ook kunnen produceren en presenteren aan het volk van Suriname. Want zo kunnen ze een wezenlijke bijdrage leveren aan ons land Suriname. Ja, en ik denk dat het ook een stimulans zal zijn voor de economie van Suriname. Als ik het zo beluister. Sowieso wel, want ik ben de mening sterk toegedaan dat ondernemen heel erg belangrijk is. Wil je praten over een stabiele en een sterke economie en wil je praten over duurzame ontwikkeling, dan zal je ook ervoor moeten zorgen dat bedrijven die incentives krijgen en dat je stimulerend ondernemerschap moet blijven voortzetten. Dus dat is sowieso opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VHP, dat we willen gaan voor die stimulerend ondernemerschap, vooral onder de jongeren. Nou, Vasha, ik moet je zeggen, jij hebt het allemaal heel, heel goed op een rijtje hoor, wat dit betreft. Ik ben onder de indruk. Echt waar? Ja, ja. He? Nee, het is als je veldwerk verricht mm-hmm. en als je ook komt uit die wereld, dan merk je ook toch hoe mensen eigenlijk zoveel ervaring hebben op dat gebied. Maar dan vind je het ook heel triest dat die regering van nu dat niet inziet hoeveel potentie er is binnen de jongere sector en dat deze potentie juist ontwikkeld moet worden. We moeten mensen stimuleren, vooral jonge Surinamers, zodat zij het veel beter doen. En dat we dan werkelijk kunnen praten over die duurzame ontwikkeling waarnaar wij allemaal streven. Mm. Ik mag je zeggen dat de mensen gewoon hunkeren naar die verandering en
En mensen gewoon hopen dat op 25 mei we gewoon massaal stemmen op de VHP. En we nee kunnen zeggen tegen dit vernietigend beleid die ons allemaal momenteel raakt. Ja, dat is zo echt een waarheid waarmee we gaan afsluiten. Ik wens je heel veel succes in de campagne. Het moment dat jij wordt gekozen, ja, dan weet ik in ieder geval dat we daar een hele goede hebben zitten voor jong ondernemerschap. Dankjewel, Fasha Ramratan. Dankjewel, tante. Ik wil bij deze u ook bedanken, want zonder u zou dit alles niet mogelijk zijn geweest. U volgt al mijn activiteiten op de voet. U volgt me kritisch en met de kritische adviezen en kanttekeningen vormt u ook een persoon die iets wilt betekenen voor Aland Suriname en voor voor de jongeren. Dus bij deze wil ik u ook dankzeggen en alle andere adviseurs die mij eigenlijk hebben gemaakt tot de persoon die ik vandaag wil zijn. Ik zou zeggen, blijft u me alsjeblieft volgen, want met de ondersteuning en medewerking van u eigenlijk is dat ook een motivatie voor mij als jonge Suriname om het gewoon om door te gaan met het goede werk wat ik wil verrichten. Nou, ik beloof je dat ik jou blijf ondersteunen, ja? Dank u wel. En ga zo door, zou ik zeggen. En we houden contact, oké? Zeker, zullen we zeker doen. Dank u wel. Dag meisje, doei. Fijne dag verder. Ook zo, dag. Ja, doei. Dag. Ja.